Daarna Broekshoed, bomvol afgelopen zaterdag. En waarom ook niet, Lions tegen Volendam. Dit is een topper in de play-offs. Het beloofde een spannend avondje te gaan weren. Lions verdedigt de koppositie in de play-offs en bij winst zou het bijna zeker zien van de finale. Maar het begin van de wedstrijd is voor Volendam, net met Mark Smets, een geleense coach in hoe zit. En deze uit zijn ploeg eenvoudig uitlopen. Boy van Limbeek tekent hij de eerste goal aan voor Volendam. Bij de Lions lukt niks de eerste helft, helemaal niks. Deze poging van Joeri Vijans is geen probleem van Simon Molenaar, de doelman van Volendam. En dat kan alleen snel uit. En als Joey Duin de luggen gaat, dan wets het meestal wel. Lions blijft slordig, zodat ook de volgende aanval wordt verspild. Tot frustratie van coach Rietbroek geeft zijn ploeg de wedstrijd volledig uit handen. Hij in de verkeerde worp van Vernooy deed totaal niet in de wedstrijd zoet. En dan kan Jorn Smits notabene alleen op Van Leeuwen af. Smits is een van de Limburgers in de ploeg van Smets. Hij zou 5 goals maken afgelopen zaterdag. En dit zit alles. Lions werd eindelijk hier te scoren in een kwartier speeltijd. En ook de time-out van Rietbroek werkt niet. Bij een stand van 3 tegen 10 wisselt de trainer van doelman. Luc Hoijting komt erin en dan begint Lions eindelijk wat terug te komen. Dankzij reddingen zoals deze op het schot van Jasper Adams. De ruststand is dan 7-13 en meestal is de wedstrijd dan gespeeld. Zo niet zaterdag. Want na de rust zien we een gans andere wedstrijd. Onder aanvoering van de broertjes Steins en het goede keeperswerk van Hoijting begint Lions aan een inhaalrace. Martijn Meijer verkleint hier de achterstand. Maar dan moet Lions oppassen voor het schot van Adams. Maar dat gaat gelukkig over het doel van Hoijting. Dan in de break en de bal deed uiteindelijk bij Luc Steins beland. En het 17-jarige talent maakt het schitterend af. Eigenlijk mag een ploeg niet afhankelijk zien van zo'n snotneus, maar Steins neemt de ploeg echt bij de hand op dat moment. Hij zette de aanval op dat Dylan Vossen dan prachtig afmaakt. Vossen zou zich meer laten zien. Hij was goed voor 5 goals zaterdag. En waar Volendam een beetje de kluts kwijt liep, geeft Lions gaas. Hier weer een redding van Hoijting en Lions laat de hoed kennen. Steins. Steins op Vossen. En Tim Mullens deed nog wat spannender maak. Lions komt helemaal terug in de wedstrijd dankzij de kleinste man op de vloer, Luc Steins. Het publiek luistert dan ook weer in en de wedstrijd is ongemeen spannend. We maken een sprongetje naar het einde van de wedstrijd. De stand is 16-18, nog altijd in het voordeel van Volendam. Lions in de offensieve verdediging. En dan zit Steins ertussen, is veel gretiger dan de Volendam-speler. En Luc Steins mag het verschil nog maar einddoelpuntje, 17-18. Strafworp voor Volendam en dan meldt zich Joey Duin, tegenover hem Luc Hoijting. En de redding. Hoijting pakt de strafworp van misschien wel de beste penaltygooier van Nederland. En helpt daarmee zijn ploeg in de wedstrijd. Smets doet het dan nog spannender weer. En ondanks al zijn ervaring kan ook Smets niet meer rustig toekijken. Hij ziet bij Vossen de 19-20 aantekend en het duurt nog beter. Want als Volendam geen cirkel maakt, krijgt Steins de bal. En de paas op de andere Steins, Ivo. En de maakt er 20-20 van. De hal ontploft zo ongeveer. Alles komt aan op die laatste minuut. De ploeg die scoort, wint waarschijnlijk. En Volendam met Jasper Adams. En de man doet geleend uit Lions van Dukkerpien. En zo ook hij. Hij wurmt zich langs de verdediging en scoort de 21ste. Dat kost wel eens een hele belangrijke zin, maar Lions kreeg ook nu een kans van de scheidsrechter. Nu moet het gebeuren. Lions in de laatste aanval van de wedstrijd. De bal gaat naar de hoek, maar gaat uit. Wat zonde. Jasper Adams probeert het weer namens Volendam. Maar hij maakt de voorpassen volgens de scheids. Ken het dan nog. Er staat nog 10 seconden op de klok. Maar Lions moet scoren. Hoijting heeft de bal. Uiteraard gaat het naar Steins, maar dit duurt te lang. Het laatste schot belandt op de pool. En zo wint Volendam een heerlijke handbalpot en gaat daarmee over de Lions heer. Dat wel nog altijd tweede tijd. Het verhaal van de wedstrijd was de belabberde eerste helft en de comeback onder leiding van Luc en Luc. Ja, het is gewoon heel vervelend dat je de punten niet meer naar huis neemt. Dat was maar 1 punt, want ik denk wel dat wij dat verdiend hadden. En ik denk dat Volendam hier gewoon wegkomt. En puur op het feit, wij waren de tweede helft gewoon duidelijk beter. We maakten makkelijke doelpunten, scoren makkelijk, staan als beest in de dekking. En dan te bedenken dat wij gemiddelde leeftijd van 20 jaar in het veld hebben staan. Ik denk bij Volendam, ik durf het niet te zeggen, maar dat is een heel aantal jaar ouder. Ja, het was een beetje kort samengevat, Luc en Luc zo.
Eén Luc voorin, één Luc achterin die het de tweede helft deden. Ja, inderdaad, Kiesel deed het erg leuk. En ja, Luc en Luc zo. Goed. Als ik nog een bal meer had gestopt, hadden we gelijk gespeeld. De tweede helft gooien we volgens mij twee ballen snelle tegenaanval weg. Ja, is jammer. Als je die ballen goed speelt, je houdt de rust en ja, je speelt het goed uit, dan kom je eigenlijk al eerder gelijk of kom je zelfs al eentje voor. Ja, goed, dat is niet gebeurd en ja, helaas. Volendam coach Smets was niet verbaasd dat de Lions nog terugkwamen in de wedstrijd. Ja, natuurlijk. Het is begin februari, hebben we hier voor de competitie ook gespeeld. En dat was een identieke wedstrijd. Rust stonden we 5 doelpunten voor. En daarna was het precies hetzelfde als vandaag. Lions gaat offensiever verdedigen en het vechthandbal spelen en daar een kans in zoeken. Dus we wisten dat dat vandaag ook weer op ons af zou komen. En dat het dan weer, dan kom je ook heel snel, kun je dichterbij komen. Dus, maar ik ben hartstikke tevreden. We hadden kleine blessures in de ploeg. Tom Schilder niet erbij. En ik denk dat we toch tegen de favoriet vandaag hebben gewonnen.